Yes, we gaan weer een avondwandeling maken. Het is weer zover. We kunnen nu vaker naar buiten. En dat gaan we ook doen. We hadden alleen iets vroeger moeten zijn. Dan hadden we iets beter beeld gehad. Heel erg gaaf, jongens. Wow, super gaaf. Ah, het is me gelukt, hè. Ik had laatst in een video gezegd van, dat ik een aparte bushcraft kast ging maken. En nou zit er een apart kastje heb ik thuis. Waar alleen maar speciaal soort voedsel in zit, zeg maar. En daar ben ik wel blij mee. Grappig, jongens. Oh, even wat dingetjes veranderd en ingericht en klaargemaakt, jongens. We hebben er ook echt een bushcraft kast op gemaakt. Hebben we er ook echt opgeschreven, zeg maar. Met een speciale... Wow, wat is hier gebeurd? Kijk eens, ze hebben een heel stuk hebben ze gewoon helemaal kaal gemaakt. Er is, als het goed is, opnieuw ingezaaid. Deze dingetjes. Dat is dus deze hoek. Wow. Ik wil het over een paar jaar willen zien hoe dat eruit ziet. Als dat ding, die dingetjes die ingezaaid zien, als die aanslaat. Dan zal het op zich wel een mooi stuk zijn. Kijk dit dan. Wow. Kijk dan hier. Oké, ik ga het bos uit. Het gaat nu wel heel super snel. Het eerste pad gaan we rechts, of het eerste pad gaan we links inslaan. En dan gaan we hieruit. Want ik denk dat het nou binnen 8 minuten zo donker is dat we niet meer kunnen filmen. Hebben we zo'n vermoeden van. Het gaat echt super snel. We zitten hier nou op een hele grote heuvel. En zo gauw die zon daarachter is, zeg maar, dan is hij ook in één keer weg. Dan wordt het hier echt in één keer donker. Het is dat ik dit bos goed ken. Want anders had ik dat ook niet gedaan, zeg maar. Oh, dan moet dit het pad zijn, jongens. Ja, het is het pad. Oh, heerlijk. Huh. Oké, verder gaan we niet lopen. We gaan hierin en dan gaan we eruit, jongens. Dan maar een stukje gewoon over de harde weg lopen. Inkopen doen. Naar huis toe. Video's bekijken. En gaan uploaden, jawel. Zo, het wordt hier steenkoud opeens op dit stuk. Wow. Heel raar is dat. Dat hebben we eigenlijk de hele avond hebben we daar al last van. Dat we door bossen lopen, zeg maar, zoals dit. Dat het opeens stukken zijn die steenkoud zijn. Heel apart is dat. Net of dat je gewoon letterlijk het vriesvak binnenloopt. Je weet wel, vroeger bij zo'n bedrijf, weet je, heb ik gewerkt. En dan hadden ze een koelcel. En dat was, dacht ik, min 25 of iets kouder nog. En dan moest je officieel eigenlijk een pak aan hebben om daarin te mogen. Maar wij gingen er gewoon even voor de als we gewerkt hadden, zeg maar. Dan gingen we met zo'n katrol, was dat? Of katrol voor mij dan. Dat was zo'n wagentje, zo'n pompwagen. En dan gingen we altijd opstaan. En dan gingen we de koelcel even inrijden. En dat was mooi, want in die koelcel hadden ze ook een radio staan. En dat ding, dat heeft tientallen jaren heeft dat ding daar gestaan. Die heeft altijd gewerkt bij min 25 graden. Iedereen vond dat heel raar. Ik ook natuurlijk, maar het ding werkte. Het ding werkte. We hadden gewoon muziek in de koelcel. Graaf, jongens. Nou. Totdat meneer één keer met het wagentje zo hard de bocht omging dat we het onderstel op onze voet kregen. En dan besef je pas wat een gewicht zo'n ding nog heeft. Oh, die wieltjes zijn alleen zo breed. Hè? Van vol metaal zijn die dingen gemaakt. Oh, dat vond meneer vond dat niet zo leuk. Oh. Het ding ging wel altijd super hard. Dat was onze grote step, was dat. In de fabriek hadden wij een grote step. Dat was die pompwagen, was dat. Ik weet niet wat van de capriolen we met dat ding altijd uitgehaald hebben. Maar dat ding was eigenlijk dagelijks de pineut. Grappig, jongens. Oh. Nou, jongens, ik hoop dat jullie dit weer een leuke korte avondvlog vonden. Ik ga hem hier weer mee beëindigen. En tot de volgende keer maar weer. Jongens, doei. Ik ga de studio in vanavond.